Spy Party met... Hey! Yes! Ik weet niet hoe het met jou zit, man, maar ik heb net COVID gehad. Ik heb echt zin in een spy party. Ach, gast, ik heb ook echt zin in een spy party zonder dat ik COVID heb gehad. Nou, er blijkbaar iedereen zin in een spy party. Dat snap ik ook wel. Ja, maar ik moet wel zeggen, wij hebben allebei nog nooit spy party gespeeld. Wel de tutorial. Ja. Dus ik zal het ook een beetje aan jullie uitleggen voor degene die het niet weet. Maar ik begin als een sniper. Ja, en ik dus als een spy. Ja, en het ding is dat ik ben dus een sniper en ik moet proberen te zien uit te vogelen wie Roelie is in de kamer. En hij is dus een spion en die moet ik dan doodschieten. En Roelie moet ongezien tussen de mensen allemaal opdrachten voltooien. En dan hopen dat ik hem niet spot. Oké, dus je maakt 3,5 minuten. Is niet 3,5 minuten? Ja, maar ja, dat is niet veel. Alright, kijk, dus de mensen, ik ga die unlighten. Met een driehoekje boven hun hoofd, dat kan Roelie sowieso niet zijn. Dus die ga ik alvast eventjes checken. Ambassador. Oké, kijk, dus we moeten erachter komen wie Roelie is. En hij moet zich dus gewoon gedragen als zo'n NPC, zo'n computerkaraktertje. Alles wat hij doet... That is out of the ordinary, is voor mij heel verdacht. Ik vind het ook echt iets voor jou om gewoon die rolstoel guy te zijn. Ik lijk er wel een beetje op. Ik had dat kapsel, had ik vroeger. Ja, kijk, en hier zijn dus drie beelden. Zodra je die verwisseld ziet worden, of tenminste dat die anders is, moet je goed opletten wie daar was geweest. Wacht even, wie was de ambassadeur ook alweer? Oh ja, daar. Kijk, dus als... Kijk, zij pakt nu dat beeldje bijvoorbeeld op. En die oma ook. Ja. Als ze nu terugzetten naar iets anders, dan weet je dus dat Roelie is. Even kijken. Dat ziet er goed uit. Oké, kijk, dat is dus de ambassadeur. Dus daar moet je op een gegeven moment naast staan en iets bij doen. Er is een double agent en daar moet je op een gegeven moment iets tegen zeggen. Namelijk banana bread. Oh, gast, dit wordt eigenlijk moeilijker dan ik dacht, zeg. Zie jij ook die laser van mij dan naar binnen schijnen? Ja, ik zie waar die laser al zit, ja. Ja, ik ben ook helemaal stil, omdat ik dan denk, dat gaat niet lukken. Maar tricky. Want kijk, hij heeft nu nog maar 1,5 minuut en hij heeft nog niks gedaan. Echt wel? Oh, ik zie dus niet wanneer jij een missie voltooit, dat blijkbaar. Oh shit, ik kan het niet zien. Ik dacht dat ik het ook kon zien. Kijk, en er is ook een manier waarop hij meer tijd kan winnen. Dan moet hij daarvoor bij het raam gaan staan en dan op zijn horloge kijken. Dan krijgt hij er volgens mij 30 seconden bij of zo. Dus als iemand bij het raam ziet staan en de tijd gaat omhoog, dan weet je ook hoe laat het is. Ik ben echt niet goed aan het opletten. Het kan ook nep zijn. Nee. Oh mijn god. Hoe lang heb ik nog? Huh? Fuck, ik heb echt weinig tijd, gek. Ja, nog maar 30 seconden. Ik heb nog 25 seconden. Ja, je kan even bij het raam gaan staan om de tijd te verlengen. Nee! Ja, dat was ja. Ik was een oma. Ik ga een oma neerschieten. Bro, ik moest alleen nog flirten. Die stond op 80%. Ik hoefde dat nog één keer te doen. Alleen ik moest wachten. Maar gast, heb je wel dat beeld verwisseld ook? Ja, ik heb het beeld verwisseld. En die hebben ze deur geplant. En de double agent gecontact. Ik dacht dat het beeld van kleur zou veranderen als je hem zou wisselen. Nee, tuurlijk, die is toch makkelijk. Oh, wow. Ik zat wel naar jou te kijken terwijl je bij dat beeld stond. Ja, klopt. Alleen ik had niet gewisseld. Ik zag dat jij aan het kijken was. Ik denk, ja, ik zet hem gewoon weer terug. En dan denk je, nou, misschien is het niet die lieve oma. Oh, shit. Dat scheelde niks, hè? Ik had echt die tijdsdruk. En daardoor, ja. Ja, je moet gewoon tussendoor ook eventjes die horloge checken dan, hè? Jij wist dat ik dat horloge moest checken. Toen zag je me natuurlijk. Ja, ik had heel goed die tijd in de gaten. Omdat ik wist van... Ja, je ziet wel als je horloge checkt, dus dat de tijd omhoog gaat. Oké, play again. Ik ga jou snipen. Oké, ja, we gaan nu even één keer van kant wisselen. Dit is ook onze eerste keer, maar ik snap het wel een beetje. Oh ja, je kan inderdaad... We kunnen alleen nog diezelfde 4 doen nu. We doen ook wel over dezelfde map. Ik heb wel een nieuwe vrijgespeeld, maar... Even kijken hoor. Wie past er bij mij? Oh, ik kan ook selecteren wie er wat is. Ja. Ja. Oh, dit is ook een tactisch spel, weet je. Ja. Alright. Ja, we gaan. Ja, hey. Gast, dit is doodeng. Ja, maar wacht maar tot je die laser ziet. Oh mijn god, inderdaad. Wat een stress.
Het is ook zo lastig dat je aan het focussen bent op één ding en dan... Klopt, ja. Oh! Je zei banana bread, ik hoorde het. Zo, je hebt het beeld al gewisseld. Ik ga gewoon schieten. Boom! Huh? Waarom? Nee! Nee! Ah, nee! Kutzooi! Je hebt het beeld al gewisseld, of niet? Nee, ik had het nog niet gewisseld. Oh, kut. Ik had die beelden. Ik denk, nou, oké, die en die en die. Ah. Hoezo dacht je dat? Ja, ik dacht dat het gewisseld was al. Nou, oké, nog een keer. Maar jij blijft gewoon spy. Ja, oké. Dit was wel heel snel. Ja, jij bent een beetje te roekeloos. Watch replay. Oh ja, kijk, hier kan ik zien dat jij zo... ja, mooi. Leuk. Oké, start game. Ja, oké, ik ben nu weer spy, toch? Ja. Hé, maar de tijd is korter, man. Hé, het is een andere map ook. Oh ja. Wow, we hebben er nog eentje. Zullen we een ander doen? Oh, High Rise. Ja, dat is goed. Oké, prima. Ja, het is ook echt eng om te praten gewoon als je een spy bent. Gewoon inderdaad. Oké. Oké. Ik was net ook iemand die je echt totaal niet zou verwachten bij mij, hè? Nou, daar schoot ik ook op. Oh, dit vind ik gevaarlijk. Zo, okay. Wat een drukte hier. Ambassador. Die statues, Dat zijn er twee maar. Oh nee, daar zijn er ook nog meerdere. Oh, die zijn op het balkon. Oh, dat is lastig, man. Ja. Ik ben een computer target. Ja. Ik zag je, volgens mij. Volgens mij zag ik je. Ja, schiet dan. Nee, ga ik niet doen. Maar ik weet vrij zeker dat ik je zag. Oh, hij heeft paniek. Hij weet het niet meer. Hij weet het niet meer. Als je het weet, moet je schieten. Maar ja, nee. Jongen, ik laat de tijd zijn werk doen. Nee, ik moet ook niet de tunnelvisie hebben nu op één target. Ja, ik kan je horloge wel checken, jongen, maar ik zit op die timer te doen. Oké, misschien moet je nu flirten. Oh. Oh, daar staat de ambassador. Oh, banana bread. Oeh, deze was goed getimed, man. Iedereen stond in een gesprek. Verdomme. Dankjewel. Die was heel sterk. 1 minuut nog. Wie ben ik nou, hè? Wie ben ik nou? Ja, ik weet. Ik denk dat ik het weet, man. Oeh, midden in een minuut. En die ambassador, die is daar nog. Die staat daar nog. Oh, dat is een zonde. Dan loopt hij net weer weg. Ga doen. Boom! Ah, nee! Kut! Yes! Let's go! Kut! Ik moest nog 10 seconden wachten. Ik had ze allemaal. Had je ze allemaal al? Ik had ze allemaal. Kijk, ik zie dat lijstje. Weet je wat er gebeurde? Ik deed een neppe banana bread actie. Dat kan blijkbaar. Huh? Die eerste banana bread stond er van fake contacting double agent. Ja. En ik zei banana bread terwijl ik niet bij die double agent stond. Oh. Ja, ik zag maar twee mensen losstaan.
Bij die banana bread. Ah, ja, gast. Maar ik had je bij de al gehighlight vanaf het moment dat jij die statue omwisselde. Ja, het beeldje. Hoe kon je dat zien dan? Ja, je ziet gewoon, je hebt drie verschillende beeldjes. Je hebt die vogel, het koppie en nog iets anders. Ja. En ik had het begin gekeken naar die beeldjes. Stonden drie verschillende. En uiteindelijk stonden er nog maar twee verschillende. Dus ik wist, die was omgewisseld. En toen had jij net dat ding neergelegd. Oh, shit. Ja, daar ging ik nat. En het was wel sowieso een goede tactiek dat ik een dubbelganger had rondlopen daar. Maar die stond wel heel stil de hele tijd. Ja, oké. Okay. Best wel leuk. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Wil je dan nog zo'n video zien? Dan kan je hier klikken. En als we dit nog een keer moeten spelen, omdat we nu wat beter zijn... Sowieso, ook, het is 1-1 nu. Het is 1-1 inderdaad, dus we moeten het nog wel een keer. Ja. We gaan het ook even op Roelie's kanaal spelen, dus daar kan je hem ook verder kijken. 2-1, want ik had jou te snel doodgeschoten. Je hebt gewonnen, man! Oh ja, ik heb gewoon gewonnen, pik. Ja, er staat hier letterlijk ook 2-1. Oké, laat.